kijk naar het weerjournaal van Weerplaza. Weinig bewolking in onze omgeving, en dat betekent dat de zon flink gaat schijnen. Dat gaat niet de hele dag zo door, maar het wordt al met al een prima zondag. In de ochtend veel zon met temperaturen rond een graad of 15 en een zwakke tot hooguit matige zuidelijke wind. Die wind verandert vanmiddag niet of nauwelijks. Het is wel zo dat er vanuit het zuiden uit iets meer bewolking komt binnendrijven. Sluierwolken, misschien ook wat stapelwolken, maar het blijft droog. 20 tot 23 graden wordt het op de Wadden, is de graad of 19. Vanavond eh, iets uitbreidende bewolking, op de meeste plaatsen blijft het nog droog en 16 tot 19 graden is dan de temperatuur. Wind gaat draaien naar het noordoosten. Morgen van het zuiden uit flinke buiige regen, met eerst misschien ook wel onweer daarbij. In het noorden kan het nog 21 of 22 graden worden, in het zuiden blijft de temperatuur eerder steken. Dan naar de dinsdag met vrij veel bewolking en van tijd tot tijd buien geregen. Graad of 19 maximaal. Woensdag 18 graden en nog weinig verandering in het weerbeeld. Donderdag begint de buienkans af te nemen. Krijgen we wat meer zon en voorzichtig klimt de temperatuur naar 19 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.